Dag lieve mensen van Kleine Frikkie, mijn naam is Lotte en welkom op mijn kanaal. Als je denkt, hey, je bent een tijdje inactief geweest, dat heeft te maken met mijn broer. Wil je weten wat er nou precies gebeurt, dan kun je de community post op mijn kanaal. Je gaat naar mijn kanaal, drukt op community. Er staat daar een stukje tekst, dat kan je even lezen als je wil weten waar het precies over gaat. Ga ik in deze video verder niks over vertellen. Misschien komt dat nog in videovorm, misschien niet, maar op dit moment voel ik me goed genoeg om eventjes een videootje te maken. Ik heb jullie eventjes een aantal dagen geleden gevraagd van hey, stuur dingen die te maken hebben met K-pop naar me toe, want ik wil er graag op reageren. Ik had namelijk een tijdje daarvoor van BTS gehoord, dat is de band die je nu in beeld ziet. En was daar wel heel erg benieuwd naar en heb toen een paar van de nummers beluisterd en dacht van oké, cool. En toen dacht ik van, hey, misschien is het wel leuk als ik er een beetje een reactievideo op ga maken. Want het hield me toch wel een beetje bezig. En ik begon het steeds leuker te vinden. En ik denk, weet je wat, ik ga er nu een video over maken voordat ik echt volledig geobsedeerd raak. En niks meer heb om op te reageren. Dit is de band. Dit zijn de bandmembers en ik heb via Twitter en Discord een aantal filmpjes en termen en dergelijke gekregen die ik moest opzoeken van jullie en waar ik op moest reageren. Ja, het is een boyband wat rap met zang combineert en vooral veel dans doet. Daar houdt het eigenlijk met mijn kennis een klein beetje op. Dus laten we gauw gaan kijken naar de filmpjes die ik heb toegestuurd gekregen. En de bijbehorende musicvideo's van de liedjes die ik dus al beluisterd heb. Zodat jullie een beetje een idee krijgen van wat voor muziek maken ze nou precies. Wat is BTS nou precies? Oh! Mm. Ah ja. Oh, hun dancing is zo insane. Dit is Jungkook en hij is de jongste van het stel en hij is zo'n fucking goede danser. Het is echt belachelijk. Ik vind hem zo leuk. Boy. Oké. Hun muziek is zo fucking lit. Ik heb dat woord nog nooit onironisch gebruikt, maar dit is de eerste keer. Ik ga je zo goed op. En dit is natuurlijk dan, vanwege ook de samenwerking met Steve Aoki, is het een volledig Engelse vertaling van hun nummer. Maar we hebben hier nog weer eentje en dit is een optreden van hun. Ik weet dat deze jongens altijd live zingen en rappen en dansen. Ze playbacken niet. Let's do it. Oh ja, en hun huid is daadwerkelijk zo smooth. Oh, get it, boy. Oh. Oh. Ik word over een week, letterlijk een week. Het is de derde, ik ben de tiende jarig. Ik word over een week, word ik 24 en ik zit gewoon aan het giechelen als tienermeisje. Hij is ook zo leuk. Oké, laten we even een klein stukje doorspoelen. Oh, wow, wat gebeurt hier? Oké, hold on. Oké. Nou moet je stoppen hoor. Nou moet je... Nou joh. Nou, dat was even een kleine introductie van hoe hun muziek nou eigenlijk een beetje klinkt en wat het nou eigenlijk een beetje is. En wat ik naar mij toegestuurd krijg was iemand die zei van je moet, als je het leuk vindt, moet je hun dance practices gaan kijken. Deze motherfucker is zo knap. Ik kan echt niet... Stop. Oké, interessant voetwerk. Oké. Hele band verdwijnt gewoon ineens. Oh
Oh god. Ze kijken zo. Oh! Ze kijken zo intens. Stop met zo intens. Oh my god. Het zijn net engeltjes. Ze zweven gewoon. Oké, nou moet je echt ophouden. Wat is dit voor pen? Waar ben ik in beland? Ik vind het zo knap wat ze doen. Bizar. Ik wil hier wel meer van zien. Maar vooral deze move. Ik weet niet. Doe even normaal. Kijk, zo intens is het niet. Jongens, zo intens is het niet. There's no need for you to make that face. Ik heb er nog eentje gevonden. En dit is van afgelopen Halloween. Ik ga even kijken. Ik spoel even het introotje een beetje door. Want ze praten in het Koreaans en dat verstaan wij niet. Even kijken wanneer ze gaan dansen. Hun fashion is trouwens echt on point. Het maakt niet uit. Oh, dit is dit nummer. Dit is echt een meme nummer. I love this song. Maar wat doen ze? Het is een sneeuwwitje en de zes dwergen. Dit kan je toch niet serieus nemen? Ik zei... Mijn mond staat open, maar niet op de goede manier. Hey. Ja, maar even. Het kan. Het is niet eerlijk dat je zo'n belachelijk kostuum aan hebt en er nog steeds goed uitziet. Dat is niet. Dat kan je niet. Dat kan je niet doen. Stop. Ik heb eventjes opgezocht hoe oud deze jongens zijn. En is het legaal dat ik me hier zo druk om maak? En het antwoord is ja. De oudste is 26. En de jongste, dat is Jungkook, die is dus 21 jaar oud. En verder zijn ze daar tussen dus 25, 24, 24, 23, 23. Zijn dus van mijn leeftijd. En een aantal zijn er dus ouder. Dat zag ik niet aankomen. Ik ben zo gewend bij dit soort bands dat ik ga googlen. En dat blijkt dat ze 17, 18 jaar oud zijn. En dan question ik mijn hele existence. Ze spreken dus eigenlijk allemaal nauwelijks Engels, behalve deze guy. En deze guy is dus de leader. Zijn stage name is Rap Monster. Hij gaat ook onder Namjoon. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Het zal wel niet, waarschijnlijk. Maar deze guy die kan dus kennelijk goed Engels spreken. We gaan eens even kijken. We're talking about the young people. Young people's lives, like everything. Like... Ik dacht legit dat er dus... een announcer aan het dat een van de interviewers aan het praten was. So, I think there is a specific contemporary characteristic for the young between all the young people in the world. And thanks to our ze hebben geen idee wat hij zegt. Fans, they translate our lyrics and our interviews into their languages and that. Hij doet zo zijn best. Resonate and could feel. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb geen idee wat je zegt, maar ik ben het er helemaal mee eens. Ja. With us. Ja. And that's why they pay. Hij heeft het opgegeven. Dat is amazing. Hij heeft gewoon geen accent. Luister. For the young, between all the young people in the world, and thanks to our fans. James Corden zijn ze geweest. En James Corden die speelt altijd het spelletje Flinch. En dan staan ze achter zo'n scherm. En dan schiet hij met dingen op ze. En dan moeten ze zorgen dat ze zo stil mogelijk staan. Dit filmpje heeft echt... echt fucking veel views. Dus dit moet wel iets viral zijn. We gaan even een klein stukje kijken. Oh my god. Oh my god, dat was gewoon... Oh! J-Hope, die valt gewoon helemaal naar achter. Oh, dat is hilarisch. Oh my god.
kijken ook. Oh my god! Hij bewoog gewoon niet! Nee, geef gewoon niet, hij is gewoon een robot! I love it, I love it! Oké, okay. Oké, okay. Als ze gaan poseren, oké. Okay. Oh, Ilari is degene die het allercoolste kijkt. Die schrikt zich alsnog helemaal de pleuren. Oké, dit kreeg ik ook echt super vaak naar me toe gestuurd. Dit is het nummer Dope, maar ik kreeg specifiek dit optreden naar me toe gestuurd. Dus ik ga deze dan ook maar gewoon kijken. Volgens mij zit er iets van een introotje aan vooraf. Oké, okay. Ik ga hier. Hi. Nou, het is wel weer duidelijk waarom deze naar me toe gestuurd is. Waarom heeft hij een politieagenten kostuumpakje aan? Oké, okay, stop it. Stop. Oeh, die nootjes. Nah, ik vind dit gewoon rude. Ik vind dit echt onbeleefd. Oké, okay, als laatste sluiten we af met deze. Het is het nummer Fire. Het optreden is uit 2016 en ik ken het nummer niet. Excuse the fuck me! Oké, okay, stop met elkaar aanraken. Stop met hem in zijn nek zoenen, whatever the fuck je aan het doen bent. What the fuck gebeurt er? Oh shit! Oh, dat is cool! Oh my god, dat podium is zo vet! What the hell? Ze zijn zo bezweet. Het is niet goed voor mijn bloeddruk. Ik wil hem even een doekje geven en even deppen. Even zo. Oké. Holy shit! Oké, dan ben je zo aan het dansen. Dan ben je zo al uitgeput van de nummers die ze vermoedelijk hiervoor hebben gedaan. En dan haal je die noten ook nog zo fucking goed. Dat vind ik zo knap. Oh, what the fuck! Oh my god, ze zijn zo leuk. Het is lang geleden dat ik legit zo'n goed... Zo'n band heb gezien... Met zo'n fenomenale stage presence. En ik heb nog geen sporen van autotune of wat dan ook live kunnen ontdekken bij deze jongens. Ze zijn gewoon echt, echt heel erg goed. En maybe was het een beetje een rommelige video. Maar na een aantal van hun nummers luisterende en dergelijke. En ook gewoon... Ik heb lang niet iets gevonden waar ik zo, zeg maar, enthousiast over ben geweest. En zeker niet wat betreft muziek. Lang geen band gevonden waar ik zo in kon komen. Wat me zo aansprak. Maar waar ik ook zoveel energie van krijg. Want, oké, afgelopen dagen waren even kut. Maar, ik weet niet. Door deze muziek en om er zo mee bezig te zijn, kreeg ik zelf ook weer energie om muziek te maken. En om er iets mee te doen. En ook zo van... Holy shit, weet je, dit zijn gewoon... Die jongens die hadden never nooit verwacht dat ze in Nederland bekend zouden zijn. En als ik dan merk hoeveel mensen deze jongens kenden... En hoeveel kijkers dit naar mij hebben toegestuurd van... Wil je hier alsjeblieft op reageren met specifieke filmpjes en dergelijke. Maar allemaal BTS. Denk ik van, holy shit. Dan ben je groot. Dan heb je het fucking ver geschopt dat je in... Over de hele wereld bekend bent. Terwijl je voornamelijk in een taal zingt die andere mensen niet begrijpen. En my god, deze jongens die zijn echt letterlijke engeltjes gewoon geschonken uit de hemel. En hij is zo cute. I can't. Look at his face. Look at his face. He's so cute.
Anyway, ik hoop dat je deze reactievideo toch nog een beetje leuk vond. En ja, ik wil dus wat vaker dingetjes delen waar ik gewoon blij en enthousiast van word. En misschien dat niet iedereen het leuk vindt. Dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft het allemaal niet leuk te vinden of het mee eens te zijn. Ik hoop in ieder geval dat je mijn reactie heel erg leuk vond. En ik wil dus wat vaker dit soort dingen gaan doen. Want ja, gewoon video's maken over dingen waar ik persoonlijk heel erg blij van word. Dat vind ik gewoon natuurlijk het allerleukste om te doen. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie... en ik zie jullie in de volgende video weer. Later!